Het weekend van Radio 5. Welkom bij Helden van Toen, waarin we iedere week terugkijken op het leven en werk van een prominente Nederlander. En daarmee laten we de recente geschiedenis van ons land weer tot leven komen. Dit jaar bestaat in ons land de televisie 60 jaar. En daarom ga ik de komende weken praten met televisiehelden van toen. Mijn gast van vandaag is een veelzijdig en creatief mens. Eigenlijk iemand die je tegenwoordig zou kunnen omschrijven als een multitalent. Hij schrijft boeken, liedjes, teksten en scenario's voor televisieprogramma's en films. En als het erop aankomt, doet hij ook zelf gewoon de stemmetjes. Zoals de rol van Wammes Waggel in de Bommelfilm, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar voor een hele generatie is hij natuurlijk de man achter Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, Oebelen en uiteraard Q&Q. Vandaag is onze held van toen, Harry Geelen. Dit is Helden van Toen. Presentatie Ben Kolster. Welkom, Harry. Ja, we gaan terug in ons aller televisieverleden. Daarom gaan we terug naar jouw Hamelen. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg zo nodig samelen? We willen heel gewoon terug naar Hamelen. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen verklappen, meneer? Morgen vroeg de ramen nog gaan lappen, meneer. Moet u nodig heen, ik heb een beurt op school. Ik heb een linkerschoen met een gescheurde zool. Kunt u ons de weg naar Hamelen verklappen, meneer? Ik heb een huis met zorgen en een bed dat wacht. Het vuurtje in mijn keuken spittert, spettert zacht. Weet u ook de weg? Ik weet hier echt nog slecht. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? De kortste weg, ik wil terug. U hoeft ons maar te wijzen tot de poort, maar vlug. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Ja, dit prachtige liedje, dat staat nog helemaal. Hè? De tune van Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Met Rob de Nijs en Loekie Knol en al die anderen. Hoe is dat ontstaan, Harry, dit verhaal, het verhaal van Hamelen? Dat is een komische situatie geweest. Opeens zei Bram van Erkel, die de regisseur van Oebelen was, na de 21e aflevering, binnen een paar weken, besloot hij niet nog een 22e te maken. Dus hij zette de KRO voor een fait accompli. Uh-huh. Ja, ik wil ophouden als het programma op zijn top is. Ja, ja. Wat een goede gedachte is natuurlijk. Ja, ja. Maar het was een probleem, want iedereen was voor het hele seizoen geboekt. Alle mensen die in Hamelen meededen, een zangkoor, dat was. Dus die hadden ze, de KRO moest het sowieso betalen. En dus René Sleber, de productieleider, kwam naar me toe. Zei, Harry, volgende maand is er geen Oebelen, maar we moeten onmiddellijk iets anders hebben. Ja. En ik zit met het probleem dat ik Herman Vink heb, Ab Hofstee. En ik heb Wieteke van Dort en een kinderkoor. Dus zei ik, dan moet ik dus een verhaal maken met vier volwassenen. Waar ik noemde nu drie, er waren er vier. Uh-huh. En een kinderkoor. En toen bedacht ik meteen eigenlijk, ik ga de eerste dag al, want ik moest binnen een maand een script hebben. Hè. Ja. Ik maak een vervolgverhaal, want ik hield veel meer van een verhaal. Want de Oebelen was eigenlijk een presentatieshow. Het was meer zoals Sesamstraat. Ja, ja, ja. Hè. Ja, ja. Niet dat ik dat kende, maar later toen ik Sesamstraat zag, dacht ik, dat is
ongeveer wat Oebelen was. Ja. Toen bedacht ik eigenlijk eerst een schoolbus met kinderen die komt in Hamelen terecht, door die keien heen, door die steen heen, mm-hmm. en komt in de spoor. Toen dacht ik, ja, maar dat nee. idee, die stad, Hamelen, rattenvanger, zoiets, dat ja, had je in één keer pas. Dat, ja, zulke dingen. Misschien had ik het al zo'n vaag idee zelf een keer bedacht, dat weet ik niet meer, maar ik had dat snel. Bovendien, je moest snel beslissen. Hè? Maar toen dacht ik eerst, ik maak een parodie. Dus dat is ook nog zijn sporen van gebleven. Je hoorde altijd zeggen, dit is een nog lang niet afgelopen serie. Maar in Peyton Place ja, was het begin, this is the continuing story of Peyton ja, Place. Ja. Dat was gewoon een toespeling op Peyton Place, wat heel populair was ja, toen. En ik maakte ook grappen in het verhaal. Bijvoorbeeld, je had in die tijd, ik zat bij Toonder en die maakte commercials. Mm-hmm. En een beroemde commercial. Toonder Studios. Ja, en een beroemde commercial was in die tijd voor Chroma. Allemaal mensen op straat geïnterviewd, nog nooit in een commercial gebeurd. Mm-hmm. En één zei over dat vet, prachtig bruin, de jus, prachtig bruin. En ik liet iemand in de 17e eeuw, en we kozen dezelfde vrouw die in die reclamespot zat. Fantastisch. En ja, die zei over de ratten, de rattenplaag, prachtig bruin. Over die ratten. Ja, ja, ja. Maar ook met een microfoon onder de neus in de 17e eeuw. Dus alles liep door elkaar. Ja, wat leuk, al die beelden. Maar die eerste maand hadden we dus zulke grappen die niet konden eigenlijk. Nee, nee. Die kinderen misschien ook niet door hadden, maar nou, die... ik dacht, dat moet ik niet blijven doen. Dat is te veel cabaret. Ik wil een verhaal. Even het verhaal, Harry. Wat was het verhaal? Want jullie gingen naar Hamelen of op weg naar Hamelen? Mensen, kinderen worden door de rattenvanger als wraak meegelokt. Nadat ze niet, dat is een sprookje. Uh-huh. Maar bij mij is het dan niet uit. Die kinderen zijn er niet dood of zo. Die kinderen zijn ergens anders. Die zijn verdwaald. Ja, ja. En er zijn een paar volwassenen meegegaan. En die moeten zorgen dat die kinderen terugkomen. En ik dacht, ik kan onmogelijk voor al die maanden tevoren iets bedenken. Ik zorg dat ik een verhaal heb wat niet opgelost wordt binnen een aflevering. Zodat ze iedere keer op het eind van een avontuur nog altijd niet thuis zijn. Dan kan ik doorschrijven zolang als ik wil. Nu noemen we dat een cliffhanger. Dat begrip kenden we toen ook nog niet, maar dat was het dan wel. Het was meer zoals je had een serie The Fugitive. Zo'n man die altijd op de... Met ook, David Jensen. E-team precies hetzelfde. Ja. Men zoekt ze. Hè? Dat is dat principe. Ja. Ja. Hè? En dat is iets anders nog dan een cliffhanger. Het is alleen maar het verhaal is nooit uit. Nee. Dat is een leven ook niet natuurlijk. Hè? Het gaat altijd door. Dit ook. De sfeer. Wat voor sfeer moest het hebben? Een sprookje? De werkelijkheid? Wist ik ook niet de eerste keer. Nee, nee. Ik dacht, wat zal ik eens voor een sfeer geven? En dat is natuurlijk ook het mooie dat je dat niet weet zelf. Ontstaat dat bij jou, terwijl je schrijft, waar gaat het naartoe? Ja. To be continued, als in Peyton Place, maar je weet het zelf nog niet, waar het naartoe gaat. De essentie van mijn werk is altijd geweest, ik was één keer in mijn leven een jaar, een half jaar freelance geweest. Uh-huh. Ik werkte nog bij Joop Geesings Dollywood als scenarist, commercials ook allemaal. Maar ze hadden me ontdekt als tekstschrijver. En ik ging voor de Rob de Nijs show, Rob was toen 20, liedjes schrijven. Op het hoogtepunt van... En toen zei zomaar opeens te varen tegen mij, volgende maand is er geen show meer. En alle freelancers waren toen werkeloos. Ja. Het was in september, het seizoen was al volgeboekt. Daar stond je. En die werden op straat gezet. En ik dacht nog, nou, de varen is niet erg socialistisch tegenover ons. Hè? Maar toen, ik had al een kind. Dus ik belde mijn oude chef op. En die was directeur van Toner geworden. Heb jij niet een baan voor me? En toen kreeg ik daar een baan. En toen dacht ik, ik word nooit meer freelancer. Ik ga nooit meer leven van wat ik het liefste doe. En bij de gratie van een televisiebaas die, die zegt van, Oebelen houdt op of wat dan ook. Bijvoorbeeld. Erop de Nijshow houdt op. Ja. En toen dacht ik, want nu ben ik vrij. Nu leef ik van commercials. Dat is zoiets als cryptogrammen oplossen voor me. Dat kan ik goed. Een intellectueel spelletje. Ja, ja. Ook omdat het in zekere zin anoniem is. En je moet de stomste dingen vertellen als de klant het wil. Uh-huh. Dat is ergerlijk genoeg. Maar in ieder geval zat je naam er niet onder. Hè? En de munten stromen binnen en de leuke dingen. Het was helemaal niet zo'n hoog salaris of zo. Maar het ging erom, je wist zeker dat je een inkomen had elke maand. En als ik series schrijf, doe ik dat in het weekend of 's avonds. En dan doe ik precies wat ik wil. Ja.
Even naar de mensen kijkend. Ja. Als je bezig was, dacht je dan ook aan wat Loekie Knol daarmee kon, wat Martin Brosius daarmee kon, Rob de Nijs daarmee kon? Want je kende Rob al natuurlijk. Nou, dat kwam eigenlijk zo. In 1955 kocht mijn vader in Limburg een tv. Dat was 4 jaar nadat de tv er was. Waar jullie kwam omdat, bij. Ja. Dat kwam omdat in Heerlen kon je België, Duitsland en Nederland ontvangen. Dus ik zag in 1955 voor het eerst tv. En 1958 ging ik in Amsterdam studeren. Uh-huh. En toen heb ik tot mijn trouwen geen tv meer gezien. Dus dat was want ik zat in de studentenklas. Die ontwikkeling was voor jou onbekend in die jaren. Ja, maar ik ging wel altijd naar de film. Uh-huh. Ik mocht altijd van mijn moeder naar de alle leeftijd films in de bioscoop. Dus ik had wel films gezien. Uh-huh. Kinderfilms. Hè? En toen schreef ik... voor de Rob de Nijs Show kon ik onmiddellijk meedoen. En ik solliciteerde bij Toonder. Uh-huh. En de sollicitatiefilmpjes van me die ik schreef zijn gebruikt. Die waren gelijk raak op een bepaalde manier. Die zijn geproduceerd. Ja. Want wist je ook hoe je die beeldtaal... want televisietaal is nog weer een ander soort beeldtaal dan film... hoe je dat moest doen terwijl je jaren verstoken was van dat medium televisie? Ja, het rare was dat je onmiddellijk dacht... hé, dat zou wel gek zijn als je dit zou doen. En dat was eigenlijk het enige wat je nodig had voor een film. Maar je dacht altijd, ik was een tekenaar die schreef. Toen ik 10 was, schreef ik al liedjes. Maar je dacht ook in beeld waarschijnlijk. Altijd. Ja. Altijd in beeld. Uh-huh. En ze namen me ook aan. Toen Joop Geesink, die ontmoette ik in een café. Ik schreef al Jaap van der Merwe liedjes. Uh-huh. De linkse cabaretier. Die had een liedje van hem gekocht. Aardig van hem, want dat had hij niet nodig. Mm-hmm. Maar een medewerker van het cabaret, die was caféhouder. En die had aan de bar Joop zitten. En die zag mij in de hoek zitten. En zei, die jongen daar moet je eens mee praten, Joop. Ja. En toen liet Joop mij wat op een bierveldje tekenen. En zei, kom eens 3 maanden bij me werken. Ik ben daar 2,5 jaar niet weg geweest. En toen zei iemand bij de VARA... Daar zit bij Geesink een jongen die leuke liedjes schrijft. En Rob de Nijs had een zeer populaire show. En ik kwam in het team. En uiteindelijk, maar dat was bij de KRO, werd het Oebelen. Ja. Ik heb het nu over 1966. Hè. Dus 11 jaar nadat ik voor het eerst tv zag. Ja. Zachtjes bruinen, hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik stuur een aanzicht van de duinen, de zee is heerlijk niet te koel. Ik was zo net nog in het water, ik huur de hele dag een stoel. 2 meter verder zit een pater, hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik wacht en wacht, maar taal nog teken. Ik blijf hier zeker nog 2 weken, hoe gaat het eigenlijk met jou? Met mij goed, de lucht is donker, zwart als roet. Ik hoor de wind hoog klagen, het giet al 7 dagen. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik stuur de kaart maar vast restant. Ik ben doorweekt aan alle kanten en zit te rillen van de kou. Ik ben al redelijk verbrand. Geef me geld, geef uit aan drankjes. Ik lig langdurig op het strand en breng de avond door op bankjes. Er liepen over met me mee die op de hoek met mij wou trouwen. Ik zei voorlopig vriendelijk nee. Ik vond het al met al wat gauw. En hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik heb precies 1 kaart ontvangen. De ober staart in wild verlangen. Toch denk ik niet dat ik van hem hou. De zon schijnt, het water in de goot verdwijnt, is nat op het terras, maar het uitzicht is heel mooi daar. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik weet niet goed meer wat te schrijven, ik voel het weer nu aan de lijve. Ik heb sinds gisteren een kou. Hoe gaat het eigenlijk met ons? Het is per slot al lang geleden.
Ik eet het heimwee steeds bonbons. Ik schop de schelpjes zonder reden. Het is niet leuk zo zonder jou. 2 weken lijken wel op eeuwen. Ik slenter wat en voer de meeuwen. We zien elkaar waarschijnlijk gauw. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een liedje uit Oebelen met een hele jonge, wat een schatje, Wiedeke van Dordt, Willem Nijholt uit 1968. Ja. Dus alweer 2 jaar nadat je de Rob de Nijshow had gedaan. Ja. Het zijn ook allemaal mensen die later groot geworden zijn. Ja. En hier maakte jij ze, terwijl je zelf ook nog jong was, heel jong mee, hè? Nou, het is nog sterker geweest. Ik kom uit Limburg, hè. En mijn zusje was 11,5 jaar ouder dan ik. Mm-hmm. Dus toen ik 13 was, was zij 24. En zij zat op de Jan van Eyck Academie als schilderes. Dus wie kwamen er bij mij thuis? Opgeschoten jongens, die beeldhouwer waren. En zo. En die kwamen dan over, terwijl ik 13 was. Ja, ja. Ja, maar ze was al verloofd met André van den Heuvel. De acteur die eigenlijk beeldhouwer was en naar de toneelacademie in Maastricht ging. Dus wie kwamen er ook bij me thuis? Koen Flink, Pieter Lutz. Dus alle grote acteurs liepen daar in en uit. Hij speelde op een gegeven moment de bode in de Gijsbrecht. Hij was nog jong acteur en later de Arend. En dan kwam Koen Flink mee, die was de Arend. En die zaten dus bij mij thuis aan tafel. Mijn vader was boekhouder en mijn moeder überhaupt alleen lagere school. Het was een rare gezin wat dat betreft. Ja, dus... Maar er nu eenmaal een dochter die schildert. En dan kwamen die mensen, die logeerden bij ons. Dan hoefden ze geen hotel te nemen. Dan hielden ze 25 gulden sejour in hun eigen zak. Hè. Dus al die kunstenaars, zal ik ze maar even die zaten noemen. In huis. En jij zat te luisteren. Dat hoorde ik. Ja, ja. Nou, met een half oor. Ja. Want je bent 13 en ik was vooral lastig. Ik weet nog dat ik Pieter Lutz met een nat washandje 's ochtends pesterig wakker maakte. Ja. Maar later, ik zit in Jungleboek tegen 1980. Vele jaren Koen later. Flink, Baloo, naast Baloo in het geluidshok. Naast Koen Flink die Baloo speelt. Aha. En ik zeg, weet jij nog dat jij toen en toen in Heerlen logeerde toen je nog heel jong was bij een gezin, bij ene Roos, mijn zusje. Ja. Kijk aan wie ben ik. Nou, dat jongetje daar aan tafel. Ja, dat was een jongetje, zeg. Die regisseert je nou, zeg. Dat ben ik, dat jongetje. Ja. Wat leuk, ja. En het gekke was, toen ik 17 was... toen ik 17 was, logeerde ik bij mijn zusje. Die woonde al in Amsterdam. Aha. En André gaf les aan een jongen die naar de toneelschool wilde. Maar grimeur was bij Michels. Een bekend grimeurbedrijf. Mm-hmm. En dat was Wil van Zelst. Ja. En, Prins Thor van Sombrië, roep ik Ja, uit. En ik zat in een andere in een zijkamertje. Dat was zo'n tussenkamertje. En ik tekende Wil van Zelst. En later heb ik hem uitgelegd toen hij Hamelen speelde, dat ik die jongen van 17 was. Toen zei hij, maar dan heb ik nog die tekening van jou. Ja, die had hij bewaard. Wat leuk. Harry, ik ga toch even terug weer naar Oebelen, wat aan Hamelen vooraf ging. We zagen daar net een liedje uit. Even in de herinnering roepen, wat was Oebelen voor een die eerste show voor een soort programma? Dat was Bram had van mij gezien Bas September. Dat was een musical die ik met Giet Jaspers had gemaakt. En die had veel opzien gebaard. Mm-hmm. Die kreeg geloof ik ook een Edison. En toen had hij me gevraagd voor een nieuw programma wat hij in zijn hoofd had. Hij zei, ja, er schijnt in Amerika een serie te zijn die heet Sesame Street, zei hij. Dat speelt in een straat en dat is bedacht door oud-reclamemakers. Die willen van die tuttige atmosfeer van kinderprogramma's af. Sneller, want het bleek dat kinderen in Amerika van commercials hielden. Omdat het steeds wisselde van toon. En dat zagen ze daar natuurlijk al jaren voordat het hier kwam. En hier was... Reclame kwam hier in 68. Toen was hier de reclame kwam ook op dat moment. Ja. En ik had al commercials geschreven voor de bioscoop. En voor Amerika. En voor Duitsland commercials. En hij vroeg mij omdat ik ook in die, hij wist dat ik visueel was en schreef. Maar hij wist je ook hoe je voor kinderen moest schrijven? Nee, dat heb ik ook nooit geweten. En als ik het meende te weten, dacht ik, maar wie weet is het niet waar wat ik denk. Ja. Het enige
enige houvast wat je hebt, is wat je zelf leuk vindt. Ja. Altijd. Dat is altijd de basis bij jou. Stel je voor dat die kinderen iets mooi vonden wat ik niet mooi vind. Dan zou ik het toch niet gaan schrijven als ik het zelf niet mooi vond. Hè? Maar televisie, kindertelevisie in die tijd, in de jaren 60, dat was allemaal een beetje houterig. Hè? Dappere Dodo en Okkie Trooi. Ja, we vinden het nog steeds leuk als we eraan terugdenken. Ja, als je nostalgisch bent, maar niet omdat het mooi was. Nee. Het was kijk, alles wat... Wat slecht is, verouderd. Iets wat niet slecht is, verouderd niet. Nee. Niemand zegt dat Charlie Chaplin ouderwets is. Dat is hij niet. Nee. Hij was goed en dat blijft goed. Mm-hmm. En andere dingen waren niet goed. Is dat ook het geheim van Oebelen, van Hamelen, dat velen daar nu nog naar kijken alsof het gisteren gebeurd is? Ze onthouden gelukkig meer dan dat het eigenlijk zo groeiig was toen. Mm-hmm. Ze onthouden het ondanks het bochtkarton. Ja. Ja. Want natuurlijk was het bochtkarton. Wat wou je in die tijd? Die camera's waren wegbommen. Dat waren zulke statieven. En dan zo'n draaiende lens. En die een kabelslepel neer. En arme Tineke Roeven moest 50 minuten hamelen in 2 dagen van 8-urige werkdagen opnemen. Ja. In 2 dagen. Nou, daar zou elke regisseur van Harry Potter een huilbui van krijgen. Ja, en toch blijft het staan. Oebelen, hamelen. Maar het is ook die sfeer, hè, waar we nog aan terugdenken. Een beetje sprookjesachtig, een beetje ongrijpbaar. Maar het is er. Het is Harbord. En ik kat niet de ontwerpers af, want die hadden ook alleen maar dat budget. Mm-hmm. Maar ik moet het maken van taal. Het enige wat ik onder controle heb, is mijn woorden, mijn taal. En dan, of ze dat nu zeggen in een... Je zegt bij een voorstelling ook niet op het toneel, dat decor is niet echt. Dat vergeet je. Dat ben je na 2 minuten al kwijt. Ja, als je mensen goed spelen, tenminste. Ja. En die had je? Fantastische acteurs en zangers. Ik mocht steeds meer. En dan belde ik Tineke of zeg Tineke, zou je de volgende keer eens Bob de Lange eens willen bellen? Of die meedoet? En dan deed ze dat en hij doet mee. Want die grote acteurs zeiden ook heel makkelijk ja tegen jou, hoor, voor Hamelen. Ze hebben Tineke zelfs gevraagd om mee te doen. Ja, ja. Of ze mee mochten. Henk van Ulsen heeft meermalen opnieuw gebeld of hij weer mee mocht doen in een rol. Dat was mooi. Ja. Ze vielen niet. Het was niet zo lullig als in andere series. Nee, dat werd herkend en als groot, laten we zeggen, acteur van het grote toneel in Den Landen kon je je daar laten zien. Ja, en je nam ze niet omdat ze groot waren, maar omdat ze iets heel goed deden. Ja. Johan Remmels bijvoorbeeld, daar was ik stapel op, die had ik graag gehad toen. Die was al oud, hè? Ja, maar hij heeft nog een jungleboek, heeft die Bagheera. Ja. Ik weet nog dat hij binnenkwam met... Hallo, zo. Met een snoot. Ik heb mijn loep aan meegenomen, want ik heb niet meer zo'n goede ogen. En die geluidsman kijkt me aan en denkt, Jezus, een man van 80. En hij gaat zitten, spat synchroon elke zin. Ja. De man had, treft zeker. Je had tientallen speelfilms achter zijn kiezen. Hij deed zo, hij speelde dat hij het niet kon. Hij Johan Remmels, voortreffelijk. En dan, Harry, daar praat de generatie die het gezien heeft tot op de dag van vandaag nog over dit. Ja, dat is echt nog steeds voor de jongeren van toen de serie. Even Harry Gele, waar ging het over? Het was een detective? Bram van Erkelweer, die belde me, die zei... Wona Oebelen, dat was wat hij eigenlijk wilde. Hij wilde drama. En ik schreef Hamelen op dat moment. Dus ik heb Hamelen in het weekend moeten doen en 8 en 13 afleveringen Q&Q. Die moesten tegelijk geschreven worden. En toen heb ik in 8 weken dus... Q
Q&Q geschreven, terwijl ik Hamelen had elke maand en overdag doden. Hoe doe je dat? Want als ik jouw biografie even lees, voorbereidend op zo'n uitzending, dan verbaast mij de enorme productiviteit. Uiteraard de kwaliteit, maar ook de snelheid. Een ander doet daar misschien 3 maanden of 5 maanden over. Ja, ik denk dat ik... Dat kwam ook door de commercials. Je wist... Dan leer je dat. Je leerde bij een klant, het is maar 20 seconden. Dat kan niet, dat is maar... Dus ik kon korte scènes schrijven, want ik kon korte commercials schrijven. Mm-hmm. Dat is niet anders. Een kwestie van training ook gewoon. Ja, en ik moest ook zorgen, een commercial gaat over niks. Haarslag, rubberbanden. Ja. En ik moest toch zorgen dat je keek. Ja. Dat het dus, leuk was, dat het vast was. Daar leer je een vak van. Ja. Bovendien was alles trucage schrok ik helemaal niet meer van. He? En Bram kwam ook uit reclame, mm-hmm. eigenlijk. Dus jullie waren een gouden team. Wat dat betreft, maar hij hield ervan... hij had heel laag budget, hij kreeg heel weinig geld. Hij moest het op 16 mm draaien. En het heette ook nog omkeermateriaal, dat is diafilm. Ja. Dus je moest met het originele filmmateriaal monteren. En je mocht dus ook geen krasjes maken bij het monteren. Want dat was de uitzendkopie. Want meer was er niet. Nee, precies. Heb je er een verklaring voor? Het is allemaal sentiment. Ja. En iedereen die ouder wordt, kijkt terug. Maar dat iedereen die toen tiener was... Het was de seizoenen 74, 76, 2 jaar heeft het maar gelopen... nog steeds het over Q&Q heeft. Het is ook weer herhaald en het haalde weer enorme cijfers. Dat heb ik ook mede aan Bram te danken. Er waren 2 sterke punten aan. Ten eerste, we hebben zo weinig budget. We hoeven niet te denken aan achtervolgingen met auto's door straten. James Bond kunnen we er niet van maken. Nee. En bovendien zei ik, waarom zouden we het doen? Het wordt lullig als we dat doen. Mm-hmm. Want dat is een ander vak. Ja. Maar, en de achtervolging met een eend, dat is ook niet echt spectaculair. Maar wat ik mooi vond, was 2 jongetjes... die denken dat er misschien iets ergs is gebeurd. En niemand gelooft ze natuurlijk. Wie zou een kind geloven? Ja. Ik dacht aan mezelf toen ik klein was. Ieder jongetje weet dat er in zijn straat een rare man woonde... en er werd door de andere kinderen gezegd... die... En er werden de gekste dingen over. Niemand had er bijvoorbeeld diepliggende ogen... of zijn tanden over zijn mond. Ja. En wat kinderen daarbij bedachten... Dat was, tenminste, in de provincie was dat zo. Ja, ja. Er was altijd wel een enge man in de buurt. En dat had je in het achterhoofd? Ja, dus die kinderen dachten alleen maar... er is vast iets gebeurd. En toen ontdekten ze dat die man het onaangenaam vond... dat zij op de plek waren die ze verdacht vonden. Ja. En het vermoeden van misdaad is altijd boeiender dan de misdaad. Ja. De angst voor de misdaad, dat is je verhaal. Dat is het drama, niet de misdaad. Nooit. En dat is volgens mij ook waardoor het zo'n succes is geweest. Kinderen hebben zich vereenzelvigd met die kinderen in het verhaal... die ook niet serieus genomen werden. En dat, Harry, was het geheim van Q&Q? Dat was het geheim. Op het platdak wappertje was zowel willend... Rook uit je schoorsteen kringelt kalm omhoog, gunstig voor jou en mij. Duiven zijn her en der goedmoedig doende, dom tussen kiezel en asbest en mossen, vliegend en vlug van dak naar de drempel, laag, laag. Laag, laag voorbij. Een man in het blauw hijst een windwijze wimpel. Blij en voorbeeldig, heer en meester. Hoog in de zon en wind speelt heel plezierig. Draai, draai. Draai weer bij.
brandlader klimt als een kat naar de zon en handdoeken lachen hoog op je balkon. En vertel me, wie heb je lief, lief, lief? Draai, draai weer bij. Draai, draai weer bij. Draai, draai. Een heel mooi jazzy einde van dit Draai weer bij van Boudewijn de Groot. Ja. Het is eigenlijk een vertaling van Donovan geweest. En ik zat in fanclub en ik heb Donovan ontmoet toen in de kleedkamers. Want ik moest zijn tekst ondertitelen. Hij zong het echte liedje toen nog. En ik verstond het niet. En ik zei, waar gaat het over? En hij was te stoned om het te antwoorden. En daar zijn wel de schoorstenen van. Dat was geen vertaling dus, dit. Aha. Dit was een vrije tekst. Maar hij zei, hash-smokers, dat waren hash-smokers. Maar de klemtoon lag zo, hash-smokers, dat ik dacht dat hij zong high-smokers. En smokers zijn schoorstenen. Ja. Hoge schoorstenen, hè? Fantastisch. Dat was heel, heel vreemd. Maar daar is het liedje niet. Het is wel zo geweest dat ik later dacht, ik ga iets met schoorstenen doen. In het Nederlands. Hè? Dat was voor Boudewijn. Ja. Ik zit even te denken, Harry, wat jij gedaan hebt, wie je allemaal ontmoet hebt. Je bent iemand die de hele televisie, de amusementswereld, wat dat betreft, qua liedjes overziet. Al de laatste, nou, sinds het midden van de jaren 60. Ja. Wordt het niet tijd voor een autobiografie? Al die verhalen, die tijd, die kleur, die smaak en al die artiesten. Ja, ik vind autobiografie alleen maar boeiend wanneer mensen een boeiend leven vol tegenslagen hebben gehad. En ik ben een notoor zondagskind. Ik heb een vrouw die van behoud na 50 jaar. Nog altijd dezelfde. Mijn kinderen zijn niet aan de drugs geraakt. En allemaal gelukkig en gezond. Maar ik bedoel het in de zin van jawel, iedereen die maar, het meegemaakt. Een autobiografie over geluk is heel vervelend om te lezen. Dat zegt de schrijver van hele goede teksten, die weet dat. Harry, ik ga met je terug naar dat Limburg van je jeugd. Ja, ja. Wat voor wereld was dat? Waar ben je in opgegroeid? Beschermd. Kijk, ik ben 39 geboren. En Net voor de oorlog. 1944 was Limburg bevrijd. Dus van de oorlog weet ik weinig. Alleen maar dat ik in de kelder zit als er Tommies overvliegen om Aken te bombarderen. Uh-huh. Ja, want jullie waren in de herfst al bevrijd natuurlijk. Ja, hè? Ja. En Heerlen had alleen last van de bombardementen van Duitsland. Uh-huh. Denk ik. Ik weet niet zeker, maar ik was 5 toen ik afgelopen was. Maar mijn vader was boekhouder bij de filiaal Heerlen Amstelbrouwerij, waar 30% van de omzet van het bier was in Limburg. Mm-hmm. Ja. Dus kende alle. En niet alleen tijdens carnaval. Ja. En mijn vader was degene die elke dag de bestellingen aannam van de kasteleins in Zuid-Limburg. Het werd met paard en wagen en met auto's overal bezorgd door heel Limburg. Ja, ja. Lijk je, Harry, op je vader als type mens? Mijn vader schreef, dat was gek voor een boekhouder, versjes, gedichtjes. En die plaatsen die je ook in, hij zond ze op naar bladen. Dus een zondagsdichter. Ja. En mijn moeder kwam uit een, had alleen lagere school, maar ze kwam uit een geslacht van beroemde kopergraveurs. In de keramiek in Maastricht, een wijk, is één pand dat heet De Zonnewiel. En dat is mijn opa. En de broer van mijn moeder. De jongste broer van mijn moeder. Maar ze had nog 2 andere broers ook. Allemaal vaklui. Keken neer op kunstenaars. Mm-hmm. Waren zelf ook slecht betaald. Maar ze vonden kunstenaars armoedzaaiers. En die konden dus arceren zoals je op oude bankbiljetten presidenten ziet. Ja, ja, ja. Van die lijntjes die je ook op een duimafdruk hebt. Weet je wel? Allemaal van die concentrische lijntjes. Ja, zoals ook in die oude mooie biljetten van Eppo Doever uit de jaren 50. Precies, ja, nog strakker. Ja, ja. En dan met de naald in koper gekrast. Hè. Ik zie mijn oom nog zitten met een loepje aan de keukentafel. En dan zo uit zijn hand. Ja, ja, ja. En dan stond zijn naam in zo'n miniem lettertje
eronder, in haakse letter, en die had hij ook uit de hand gemaakt. Probeer maar eens een O te maken zo groot als een speldenknop, die strak is. Hè? De, eigenlijk, ze vonden zichzelf geen kunstenaars, maar ze waren het ja, wel. En, ja, en ongelooflijk. Dus ik denk dat ik daarvan wat geërfd heb. Ja. Als schilder, als tekenaar. Ja, en thuis, je zus is ook de kunst ingegaan. Ja, maar wij waren buitenbeentjes. Maar mijn moeder, ja, mijn vader was een... Hij zei tegen mij, toen ik 11 was, word jij maar geen artiest, jongen, want je zus trouwt. Dat is niet erg. Maar jij bent een man en jij moet voor de kost zorgen. Ja, dat was, zo was hij wel, ja. Ja, en ik dacht... Katholiek milieu ook, overigens. Ja, ja. Maar ik liet hem tekeningen zien, ook toen ik 11 was. Aha. En toen zei hij, ja jongen, daar heb je meer verstand van dan ik. Dus het was een lieve, verdraagzame, waardige man. En hij liet zijn kinderen in wezen toch kiezen. In hun waarde. Ja, en ook kiezen wat ze uiteindelijk wilden. Ja, maar hij is maar 60 geworden. Hij was al dood toen ik 20 was. Hij heeft niks geweten van mijn carrière. Nee, niets. Dat is jammer. Ja. In 58 ben je gaan studeren. Ja. In die tijd, wie beïnvloedde je? Want je bent Nederlands gaan studeren. Die beeldhouwers en die tekenaars van mijn zus kende. Uh-huh. Dat werk, dat interesseerde me. En ook kende ik Nicolaas Wijnberg, zulke mensen. Mm-hmm. Omdat ik nu eenmaal door Dree al die voorstellingen zag. Ja. En dus ook die affiches zag. En die, ik kwam ook in de student, ik kwam in het koor terecht. Omdat André van den Heuvel... Jij in het koor? Ja, André van den Heuvel had namelijk de toneelvereniging geregisseerd. Mm-hmm. En die zei, daar moet je ingaan. Dus ik kwam als katholiek in het Amsterdam studentenkoor. Ja. En daar werd ik ook onmiddellijk in de Almanak-commissie. Ik schreef hem vol. Was een bijzonder dier waarschijnlijk. En ik kon cartoons steken en ik kon alles tekenen. Ja. En ik had ook op het Bernardines College in Heerlen... Mm-hmm. 6 jaar in de schoolbladredactie gezeten en alle omslagen gemaakt. Die werden in kleur gedrukt. Ja, ja. Dus, en dan moest je 4 deeltekeningen maken, alle kleuren hangen apart. En dat heb ik allemaal gedaan toen ik 14, 15 jaar was. Dus toen was je ook al zo waanzinnig productief. Nee, maar, productief, ja. Ja, maar heel. Begrijp je mijn beeld? Harry Geelen in het koor. Dan denk ik, heren in pak, begin jaren 60. Ontgroeningsperiodes, dat is toch niks voor jou? Nou, ik droeg nooit het pak. Ik had altijd verkeerde kleren aan, maar ze gooiden me niet eruit. Die kunstenaar uit Limburg, nee, die mocht nou, dat. Nou, ja. Al die mensen die prezes waren van een vereniging, die hadden me nodig. Ja, ja. Ik kon ze helpen met hun speech. Ik kon tekenen. Dus... ik was meteen die artiest. Laat hem maar suède schoenen aan hebben. Mocht niet. Nee. Laat hem maar de verkeerde das aan hebben. Laat hem maar. Dus, ja. Maakt het niet uit. Ontheffing. Ja, en ik had nog een Lustrum cabaret. Ja. Dat deed ik. Want dat Amsterdamse studentencabaret. Want studentencabaret is begin jaren 60. Ja. Midden jaren 60. Die periode. Nederland gaat veranderen. Ik noem ook gelijk maar Lurelei, Jasperine en Erik Herfst. Ja, daar ben je bij. Ik weet nog dat Lurelei kwam kijken in mijn cabaret, want die wilde aan Lurelei beginnen. Ze kwamen kijken of ik soms ook een bruikbare tekstschrijver was. Was ik niet voor hun. Mm-hmm. Ik had nog nooit cabaret gezien. Ik maakte een café chantant met in mijn hoofd, dat zou wel cabaret zijn. Ja, ja. Ik had het nooit gezien in Limburg. Ik was iemand die liedjes schreef. Ja, ja. En ik weet nog dat ik elke avond, elke zaterdag traden we op. En dan had ik weer een nieuw liedje. En dan bewaarde ik niet voor een nieuw programma. Dat deed ik dan heel oneconomisch meteen ook weer de eerste. Dan zou iemand nu 5 seizoenen lang het land meegaan met die productie. Ja. En jij maakte steeds nieuw. Je zong ook in die tijd. En er is iemand die erg onder de indruk raakte van jouw gezang bij dat cabaret. Ja. Ik was, voordat het hele cabaret begon voor mij, was ik verliefd geworden op Harry toen ik hem een liedje zag zingen. Hij nam mij mee om naar zijn cabaret te komen kijken. En hij zong het. En hij zong het zo slecht. En het was zo'n goede tekst. Die combinatie was voor mij... Dat is jouw vrouw, Imme Drost, die vorig jaar in Helden van Toen te gast was. Ik weet nog wat ze aan had. Ze werd verliefd omdat ze jou zo aandoenlijk hoorde zingen, zegt ze. Ja, ik kende haar natuurlijk toen al... Ik kende haar van de eerste dag dat ik haar zag. Bij de kennismaking van alle Nederlanders die mensen die in Nederland gingen studeren, hadden op een kennismakingochtend. Mm-hmm. Ja. En toen kwam ze binnen. En dat was eind 1958. Ze had zwarte net nylons, een groene rok, een paars jack, zulke grote houten ringen in haar oren. Die grote bril die ze nu heeft. Aha. Net zo'n bril op. Rood haar. Nou, dat is in... Daar kon je niet omheen. In 1958 onthoud je zo iemand. Hè? Ja. En ik had een helblauwe
hemd aan, hard, met een gestreept jasje. En ze heeft een tijdje gedacht dat ik wel een homo zou zijn. Want ik was zo'n baardeloos jongetje nog. Ik was 19. Hè. Maar en, zij was een vrouw, daar keek je zij naar. Zij was dan een vrouw. En, maar ze werd wel meteen bevriend met me. Omdat ik altijd grappen maakte en altijd... omdat zij een dankbaar publiek was. Elk versje wat ik had, las ik haar voor. Ja. Op straat, desnoods. Hè. Dus ze was iemand, ze was mijn kameraadje. Absoluut platonisch. Mocht hem misschien, als ik er thuis brak, ik had een hamburger voor gekocht, nog een zoen geven bij de deur, dat was het. Maar toen werd ze verliefd. En jij maar dromen van die vrouw met die groene rok en die netkamer. Ja, ik weet nog, ik zat op het Rembrandtplein in een cafeetje, zat ik te schrijven. Gewoon wat dan ook. En toen kwam ze langs met Lisbeth Brandt-Corsius. De vrouw van het museum. Directeur van het museum. Zij liepen daar en ze hadden stippeltjesjurk aan en een strohoedje op. En ik zei, ik ga dadelijk repeteren voor mijn cabaret. Kom mee kijken. Oh, leuk, zei ze. En dat was het. En toen is ze verliefd geworden. Verzopen in het bad, in de poppenwieg, slaapt nou de kat. Teddy beer, teddy beer, teddy beer, ik deel je op en ik zet je neer. Ook al deel je al lang mijn bed niet meer, je bent en blijft mijn teddy beer. Weet je nog lang geleden, zo lang. Jij en ik met z'n tweeën, zo bang, zo bang. In het donker, wang aan wang, bevend als een riet. Mama, mag er licht op de gang? Kindje, slaap je nog niet? Meteen nog kijk je naar het plafond, je tong hangt al. Angstig los uit je mond en mijn moeder zegt, je ruikt niet fris. Want ik heb vroeger vaak in bed gedingest, dus teddy bear, teddy bear, teddy bear. Ik deel je op en ik zet je neer, ook al deel je al lang mijn bed niet meer. Je bent en blijft mijn teddy bear. Knikkeren doe ik nou niet meer, heb geen tijd. Want ik studeer op mijn opklapbed, zit wel een beer. Teddy beer, teddy beer, teddy beer. Ik til je op en ik zet je neer. Ook al deel je al lang mijn bed niet meer. Je bent en blijft mijn teddy beer. Teddy beer, een liedje van jou, Harry Gele, voor kinderen, voor kinderen. Ja. Dat heb je ook veel gedaan, hè? Vier keer. Daarna ben ik eigenlijk een beetje boos gestopt, omdat ik... Hoezo? Nou, ik vond dat het een fabriek werd. En wat ik heel lelijk aan vond, is dat mensen die geen liedjes schreven, ons tekstschrijvers gingen vertellen, het gaat deze keer over echtscheidingen. Oh, ja. Of het gaat, en ik dacht, wat een onzin, ik schrijf een mooi liedje. En misschien gebruik ik het woord echtscheiding in een verband waar het niet thuis hoort. Maar niet op commando, omdat het moet, omdat deze... Ja. Kinderen voor kinderen, 12 bij wijze van spreken. Een lelijk, een zaaddodend idee. Harry, wat vond jij van... dat is ook een tijd lang natuurlijk een stroming geweest... ook in de kinder- en jeugdliteratuur. Ja. Maar ook op televisie met name. Dat het woord engagement hoorde daarbij. Het moest. Ja. Wat vond je daarvan? Iedere schrijver heeft engagement. Als het moest over de derde wereld gaan? Of over het milieu. Ja, terwijl het daar helemaal niet over hoeft te gaan. Je discrimineert een jongetje in je klas niet.
En dus ook niet een negerjongetje. Nee. Ik bedoel, want het is een jongetje in je klas. Ja. Het hindert niet of hij daar woont. Discriminatie heeft in feite alleen maar met een dom vooroordeel te maken. Mm-hmm. Het enige wat relevant is voor een schrijver is vooroordeel. Welk vooroordeel ook. Ja. En dat, zeg je, dat verwerk ik liever subtiel ergens in... Ja. Dan dat wij nu thema kinderen voor kinderen over de derde wereld gaan maken. Ja, ook al omdat je zegt, iemand is niet een neger... of iemand is een jood, of iemand is een homo. Iemand is wie die is, zijn eigen persoon. Ja. Al die andere dingen zijn details die niet relevant. Nee. En je hoort dus ook niet positief te discrimineren. Allemaal niet. Ook een heel verkeerd antwoord. Ja, en kinderen hebben dat ook door, waarschijnlijk, als je het er zo oplegt. Ja, ja, je moet er überhaupt... Jongeren. Het moet niet aan de orde zijn. Ja. Mijn kinderen hebben geen lachen, zijn niet gelovig. Want ik heb ze niks geleerd over het geloof. Maar ze hebben ook geen verachting voor mensen die geloof hebben. Nee. Ik bedoel... je moet het zelf moet weten. Het, dat is eigenlijk, zo moet het gaan. Even, ik wil er geen les van maken van professor Harry Gele, maar wat is voor jou een goede tekst? Wat is een goed liedje? Wanneer is iets? Wanneer heeft het, als dat goed Nederlands is? Ik denk als... ik vind die zin, hoe gaat het eigenlijk met jou bijvoorbeeld? Dat vind ik een prachtige zin. Terloops, terwijl iemand waarschijnlijk zeer erg geïnteresseerd is in die ander... Uh-huh. En het dan losjes zegt. Dat is dat een zin niet lijkt te betekenen wat die betekent. Dat is mooi, altijd. Een dubbele bodem heeft. In ieder geval moet je zorgen dat het die dubbele bodem krijgt. En dat vinden we in al jouw werk. Of het nou over oebelen gaat of over tekenen, net zo goed. De sommeltjes waar we het misschien nog over gaan praten. Dit programma heet Helden van Toen. Nu televisiehelden. Je bent voor mensen... Ik weet dat je dat belachelijk vindt waarschijnlijk, maar... Helden bestaan eigenlijk niet. Hè? Je hebt mensen die af en toe moedig zijn. Ja. Maar je begrijpt wat ik ermee bedoel. Ja. En ook hierin, heb jij zelf een held? Nou ja, iemand die eruit springt? Die mensen die die kernreactor veilig moeten maken... die riskeren dat ze vroeg zullen sterven. Mm-hmm. In Japan. Ja, dat is wat. Ik bedoel, dat je heel tijdelijk in het water springt... en misschien mee verdrinkt met die drenkeling. Mm-hmm. Dat is zoals in koud water springen. Maar hier moet je besluit nemen, je zult maar kinderen hebben... En weten dat je misschien niet meemaakt dat ze volwassen worden. Ja, dat je zelf kanker krijgt. Dat zijn de echte helden. Ja. Maar in culturele zin, zoals jij hier als held zit, tussen aanhalingstekens, is er ook iets... Nou, de tekenaar Saul Steinberg, die zag ik toen ik 17 was. Saul Steinberg, zeg mij niet veel. Nee, dat is deze tekenaar. Ja, ik kan er wel wat laten zien. Zou je het op die camera moeten doen? Oh, oké, kan ik ook doen. Bijvoorbeeld deze tekenaar. Wat maakt hem zo groot en wie is hij? Nou, hij noemde zijn eigen tekeningen getekende poëzie. Niet dat hij zo opgaf over zijn werk, maar hij heeft het omschreven als gedichten. Hij gebruikt de tekening zelf als object. Hij heeft bijvoorbeeld ergens, ik vind het plaatje niet meteen, bijvoorbeeld echtparen getekend, waar de vrouw bijvoorbeeld gepointilleerd is met stipjes en de man gearceerd. En een ander met een dikke penseel een man en de vrouw met liniaal getekend. Ja. Dus mésalliances, zogenaamde slechte huwelijken. Wat hij niet zegt, gewoon zeer verschillende mensen. Maar tekenen. Dit laat hij tot uitdrukking maar komen? Maar hij brengt tot uitdrukking door de manier van tekenen. En dat, dat vond ik filosofisch, vond ik dat. Iemand anders, de naam is al gevallen vanwege zijn studio's, de Toonder Studio's. Maar je bent natuurlijk de medewerker aanvankelijk... en later de grote mede-collega van Martin Toonder geweest. Ja. Hoe kijk je naar hem? Kijk... Tom Poester staat dit jaar... Laat duidelijk zijn, Toonder was weg bij Toonder Studios toen ik kwam. Mm-hmm. Maar toen de Bommelfilm werd gemaakt, werd ik de scriptschrijver. En toen kwam hij uit Ierland. We gingen naar Ierland. Mm-hmm. En toen moest ik dus een script voor de film maken. Hij wou dat zelf niet meer doen. Nee, nee. En toen heb ik dat script geschreven. Ja. En hoe was hij in dat over... Want het was zijn geesteskind. Hij liet het aan me over. Hij liet het toen erg aan me over. Ik moet zeggen, wat ik er verwijt is... dat hij een heleboel dingen die hij achteraf over de film zei... niet heeft gezegd toen het de juiste moment was om het te zeggen. Wat had je vooraf willen horen van hem, van de grote meester? Nou, alles wat hij achteraf
niet goed vindt aan de film... Mm-hmm. dat had hij makkelijk kunnen zien in al die voorbereidingstijd. Ja. En, dus dat verwijt ik hem wel. Dat hij dat zo... Dan moet hij ook achteraf niet meer. Hij was een Martin Doner voor velen. Hij was de baas. Ja, maar ook een groot man, een groot tekenaar. Rommel en Tom Poes bestaan dit jaar 70 dus, jaar. Geen twijfel over. Maar hoe was hij als mens? De mens? Een ontwijkende man. Wel hoffelijk. Ontzettende... Opvallend wat u daar zegt. Zo'n man. Hè? Ja. Maar hij kon weinig... omgaan direct met een willekeurig, eenvoudig personeelslid. Dat heb ik altijd. Ik kende al die tekenaars die voor hem werkten en die achtergebleven waren in Toonderstudio's en nog aan strips werkten. Mm-hmm. Die allemaal. Die zagen hem niet en ze hoorden hem niet toen dit er was. Hè. Wat dat betreft was hij een eenzame man ook en hij had weinig menselijk contact met mensen die voor hem werkten, vond ik. Martin Toonder. Harry Geelen, dit is ook een creatie van jou. Kan dat gesjerp even ophouden, ja? Goedemiddag, of wat het dan ook is. Luister goed, want ik zeg het niet nog eens. Ik vertel het u in het kort, want ik heb haast. Er zijn twee soorten sommels. Ze wonen op de grote hoogte. U weet wel waar het hoge gras is. Deze soort heet bergsommel. De soort heeft vleugels. Zie je al iets links? Links. Links. Nou ja, het kan ook rechts zijn. Ik breng je maar op een idee. Rechts. Nee, ook niet. Scherp opletten. Ja. Het gras heeft oren. De tweede soort sommel heet veldsommel. Het type woont in het verre veld. Juist op de ochtend dat dit verhaal begint... hoorde veldsommel Kawangel stemmen aan de hemel. Stemmen die vreemde, onbegrijpelijke dingen zeiden. Kom. Ja, kom nou. En vergeet je kleurdoos niet. Ja, schiet op. Ik kom. Dan ben ik twee dingen zo kwijt. Oh, hier ligt twee. Ik heb hem al. Veldsommel Karawangel besloot voorlopig niets op zijn eentje te ondernemen... maar holde naar zijn vleugelloze vrienden. Een soort met vleugels? Onder de klapbessen door. Nee, over door de brug. Een soort zonder. Waar was dat? En beide soorten kunnen niet vriezen. Mag die muziek uit? Ja! Mag die muziek uit, wordt dan streng gezegd. Dit zijn de sommeltjes bij de VPRO, wordt te zien geweest. Ja. Uit het jaar, deze aflevering, uit het jaar 2003. Waar kwamen die rare mannetjes weer, of die wezentjes weer vandaan? Nou... Imme had ooit met mij een prentenboek willen maken met sommetjes. De sommetjes bestaan op Texel. Mm-hmm. Niet zo, zag er niet zo uit. En ik vond later, toen ik die teken had... Want zij komt van Texel, hè? Ja. Imme Drost. En ja. Ze heeft niets meer met de serie te maken gehad. Maar ik wou ermee doorgaan met die figuurtjes. En toen heb ik zelf dat verhaal gemaakt. Ik weet nog dat ik toen ik vier was al met speelgoed wat in de kerstbomen hing... Mm-hmm. in het gras buiten in de tuin speelde. En dan waren het gras en de planten waren een bos. Ja. En dat, zulke rudimentaire kinderfantasieën... die blijft bij mij, ook als je 50 of 60 bent, komt leven. Dan weer boven en dat is die televisieserie geworden. Ja. Alles zelf gemaakt, hè? Alle tekeningen. Hoeveel waren dat? Ja, nou, zeker 6000 achtergronden. 6000? Ja, en je moest ook het systeem bedenken. Want het was dus zo, het waren kleine mensen, dwergen zou ik zeggen. Maar dat mag ik van de Vereniging van Dwergen niet zeggen. Mm-hmm. Dat heet kleine mensen. Ik vind het absurd. Ik bedoel, alsof ik ze discrimineer. Mm-hmm. Dat helemaal niet. En bovendien, ik had ze nodig. Die kleine mensen hadden mm-hmm. precies die verhoudingen om die poppen te spelen. Ja. Die hoefde ik niet raar te laten doen. Dat was meteen goed. Net zoals je voor een mooie vrouw in een film... een mooie blonde klappe schone neemt. Zo nam ik... Het was dus volmaakt. Ja. Juist wat ik deed. Ik nam ze precies waar ze goed in waren. Hè? En ook weer met jullie stemmen. Ik hoor ook Wil van Zelst weer. Ja, nou, dat was zo. Kijk, ze hadden dus maskers over hun hoofd... en konden nooit verstaanbaar praten. Mm-hmm. En een microfoon erin, die zou ook de mechaniek horen. Hè? Dus wat we deden, we namen de hele serie... 13 maal 25 minuten als hoorspel op... Mm-hmm. En zij miemde met de band mee. Dus het was voor synchronisatie. Andersom. Dat was leuk. Andersom. Ja. En het moeilijke was, ze moesten dus in tekeningen spelen. Dus ze liepen in een lege blauw, net zoals dit eigenlijk chroma key is. Mm-hmm. Dat ziet niemand thuis, maar dat is zo.
werd de achtergrond ingevuld met tekeningen van mij. Ja. Maar ze moesten dus altijd het perspectief van mijn tekening hebben. En dat, Harry, waren de daar moest ik systemen voor bedenken. Ja. En die heb ik ook bedacht. Je bent 45 jaar zeer dominant bij de televisie, bij de Nederlandse televisie aanwezig geweest, in die Nederlandse televisie. We kunnen nog een hele uitzending wijden aan wat je nu doet als beeldend kunstenaar. Ja. Dit is je nieuwste boek, Zoekvogeltje. Helemaal zelf... ook het boek zelf gemaakt. En je werkt heel veel met je vrouw samen, met Inge de Ros. Even nog naar die televisie tot slot. In sporttermen zeggen ze altijd korte vraag, kort antwoord, Harry. Waar staan we nu als het gaat om jeugdtelevisie op dit moment in Nederland? Nou, je hebt bijvoorbeeld Robert Albert Denk Tijm. Dat is een hele goeie. Die man van Daltons. En nu heeft hij Adam en Eva. Die leuke serie, ja. Ja, ja. En of het jeugd-tv is, het is geschikt voor jongen. Ik maak niet zo'n verschil tussen volwassenen en kinderen. Ten eerste vind ik volwassenen niet erg volwassenen. Niet erg volwassenen sowieso, nooit. Ik bedoel, kijk maar hoe blij ze zijn als ze een broodrooster winnen. Eigenlijk zeg jij, er is goede of slechte televisie. Ja, kinderen zijn alleen maar volwassenen met weinig levenservaring. Maar ze hebben precies dezelfde angsten. Ze zijn net zo bang om dood te gaan. Ze zien ook dat hun vader en moeder niet gelukkig zijn als die niet gelukkig zijn. En dan hebben ze exact dezelfde verdrieten als een volwassenen. En dat gaat altijd door. En daar kun je, als het erop aankomt, jij of een nieuwe generatie, mooie televisie voor en over. Je schrijft gewoon wat je zelf mooi vindt. Ja. En dat is je enige alvast wat je überhaupt in je leven hebt. Dankjewel, Harry Gele. En dit was Helden van Toen voor vandaag. Volgende week zijn we er weer op deze zender Radio 5 om 6:03. En dan is mijn tv-held van toen Avro-omroepster Ageet Scherphuis. Graag tot de volgende keer. En ja, Harry, we eindigen natuurlijk met een liedje van jou, ook weer uit Oebelen. Wieteke van Dort en Willem Nijholt samen in 1968 zongen ze het Jonkvrouw in de Toren.